Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van FIFA 20 Genk Carrière Mode. Ik ga even een kleine aanpassing doen aan de serie. Ik ga enkel en alleen nog maar wedstrijden simuleren. Ik ga zelf geen wedstrijden meer spelen. Dus de eerste wedstrijd van deze video is tegen STVV, ook wel onze aardsrivaal. Ik hoop dat we toch wel kunnen winnen tegen de Canaries. Oeh, STVV creëert meteen al een kans. Maar ik heb even een vraagje aan jullie. Hebben jullie liever dat ik de wedstrijden simuleer op deze manier? Dan gaat het seizoen wel langer duren. Of hebben jullie liever dat ik dan toch snel simuleren doe? Een doelpunt. Toch wel belangrijk doelpunt. Het tweede doelpunt, ja. Ongonda. Met de verdubbeling van de score. We gaan onze aardsrivaal helemaal afmaken. Het is rust. Ik ben heel erg blij met afwerken. De 3-0. De vorige video is al een tijdje geleden. Ten eerste. Oh ja, die vorige wedstrijd was tegen Standaard. Die hadden we gewonnen met 2-4. Nu komt er een uitwedstrijd tegen Oostende. Ah, we winnen met het kleinste verschil. Even ook een aanpassing doen bij de opstelling. Ja, ik ga Ito er weer even opzetten. Ik had hem even rustig geven, maar nu mag de Japaner weer spelen. Onze coach voor Canada ga ik afwijzen. Ik ga enkel maar voor België gaan. Vonen is tegen Anderlecht. Is toch wel een moeilijke wedstrijd ook al. Zijn ze de laatste jaren wat minder. Hier staan ze vierde. Met in totaal 5 punten achter. Hopelijk winnen we dit. Ja, we winnen. Met een vroege goal van Dessers. Ik dacht misschien ga ik een keer mijn B-elftal gebruiken. Zodat zij ook een keer speelminuten krijgen, maar ik zie dat de wedstrijd uit is, dus als het uit is, speel ik dan wel liever met een A-elftal. Oei, 0-0. Nu komt Charleroi aan. In het echt doet Charleroi nog best goed. Ze staan, denk ik, zelfs eerste of tweede is. Maar hier staan ze achtste. 2-1, maar Limbombe is wel geblesseerd. Hij scoorde wel nog. Oké, nu komt Waasland Beveren. 0-2 overwinning. Ik zie nu ook net dat we Club Brugge nu tweede staat. Ah, jammer. Dessers mist een strafschop. Daardoor kunnen we hier niet winnen. Oeh, een wedstrijd in de beker. 2-0 overwinning tegen Waasland Beveren. Nu moeten we spelen tegen een team die net dit jaar promoveerd is. Normaal zouden we wel tegen hun moeten winnen. Doen we ook net met maar één doelpunt. Ik ga net zo lang door totdat de wintertransfers er zijn. Winnen ook net met kleinste verschil. Beker tegen Cercle. Ah, winnen we ook net. Maar het was wel een verzonnen wedstrijd. Het is 2-3. Tegen Zoltewaregem kunnen we verliezen. Maar we winnen met 1-4. Ik ga nog de laatste wedstrijd van deze video simuleren. En dan is het de wintertransfers. Ah, we spelen helaas gelijk. Ik wil u bij deze danken voor het kijken naar deze video. We staan nog steeds eerstes. Met 6 punten ondertussen voorsprong. Laat in de reacties spelers achter die ik moet gaan kopen. En dan zie ik weer terug bij een volgende video. Dus doei doei.